Een gebroken arm, been, schouder en mogelijk hersenletsel. Volgens bekenden van de oudere vrouw hield ze dat over aan de aanrijding van zondagavond. Ik denk dat ze vanaf de kerk kwam en dat ze toen op het zebrapad hier is geschept. Dat is wat ik begrepen heb. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, ja. En ze heeft een man die ze eigenlijk moet verzorgen. Ja. Dus het is echt wel een groot probleem voor hen, hoor. De politie pakt gisteren in Scherpenzeel even verderop twee mensen op die zouden zijn doorgereden na het ongeval. Zoiets is natuurlijk van de zotte. Ja. Schrikkelijk. En vooral als je dan doorrijdt, dan zit er toch wel wat achter, denk ik dan. Hè? Waarom rij je door? Achteraf blijkt dat het opgepakte tweetal toch niks te maken heeft met de aanrijding. Ze zijn weer vrijgelaten. En daarom zoeken we nog steeds de bestuurder van het voertuig dat met hoge snelheid er vandoor is gegaan. Hij zou rijden in een klein model auto, donkerkleurig, en in het kenteken moet VP8 staan. En we weten volgens getuigen dus dat er meer personen in die auto hebben gezeten. Ja, we doen dus echt een oproep aan ieder die ons meer informatie kan geven. Het ongeluk aan deze provinciale weg is geen uitzondering, zeggen omwonenden. Regelmatig gaat het hier mis, of bijna mis, terwijl het veel veiliger zou kunnen, denken ze. Het bord hangt voor de zebra, dat hangt gewoon zo hoog, dat het is niet verlicht. En als je daar met je koplamp op moet schijnen, dan is het echt maar matig verlicht, zeg maar. De oversteekplaatsen ook, in het verleden zijn ze beveiligd geweest met een drukknop en stoplichten. En sinds die weg zijn er inderdaad wel wat voorvallen geweest waarbij mensen ofwel net niet of juist wel aangereden zijn. De gemeente Renswoude wil graag dat de N224 aangepakt wordt. Maar die is uiteindelijk afhankelijk van de provincie die verantwoordelijk is voor de weg.